Voor de 21ste keer blaast Sint-Niklaas verzamelen rond boeken en literatuur tijdens Archipel. Dat gebeurt vanaf 30 maart tot en met 7 april op verschillende locaties in de stad. In die dagen valt er in de geboortestad van textielkind, dichter en schilder Paul Snoek, heel veel literair snoepgoed te degusteren. En uitgerekend op de dag van de passage van de Ronde van Vlaanderen reikt de stad voor de 10e keer de driejaarlijkse Paul Snoek Poëzieprijs uit. Een zwemmer is een ruiter. Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water. Is liefhebben met elke nog bruikbare porie. Is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren. En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers. Is met armen en benen aloude geheimen vertellen aan het altijd alles begrijpende water. Ik moet bekennen dat ik gek ben van water. Want in het water adem ik water. Word ik een schepper die zijn schepping omhelst. En in het water kan men nooit geheel alleen zijn. En toch nog eenzaam blijven. Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn. Alle info over het literair festival Archipel vind je op ontdeksintniklaas.be.